En hallo iedereen, welkom terug bij... Goeie bio, slechte bio. Ik ben een gast, ja Jordi, ben je samen met... Bardo zonder feest. De slechte bio. Ja, eigenlijk wel, ik heb geen feest. Oh, Jordi, wat? Oh jee, oh nee, zo, Bardo komt het huis in! Bardo komt het huis in! De oorlog! De oorlog is begonnen, pak je wapens! Pak je hooivorken! Let's go, Bardo! Waar de fuck is die? De exenjacht! Ja, de exenjacht, pak je fakkels en hooivorken! Jordi, stelt huis in. Naar binnen, en we gaan slapen. We zijn al best wel productief bezig. Het begon super slecht, maar we zijn nu gewoon echt bezig met een stadje en wat dan ook. Het begint vorm te komen in dit stadje. Ik denk dat mensen serieus nu enthousiast gaan worden. Ja, dat we gewoon eigenlijk gewoon een heel stadje aanbouwen zijn. Hoe gruwelijk, hè? Ja, dat had ik eigenlijk nooit verwacht. Hey, heb je die ijzer nog? 7 hier, papa. Dankjewel. Ik vind nog steeds dat we wel alle ramen moeten vervangen met rode ramen. Alle ramen vervangen met rode ramen. Ja, Nee, je kan ook gewoon normaal praten hoor. Ik wil niet veel ja, zeggen. Ja, misschien later. Maar laten we eerst, godverdomme, die muur. Dat is... Ja, ik ben er ook mee bezig, maar... ik moest even... Oh, what the fuck, man! Hoe de... Dat was echt een keiharde in your face. Even kijken of ik de plek kan vinden. Ja, wacht even. Niet doen, want dan ben ik al mijn kommel kwijt. Oh ja, ik heb de plek gevonden. Ik heb de plaats delict gevonden. Goedemiddag mensen, hier is hij alweer. Hallo. Ik denk dat het een creeper was. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Hé, ik zie paarden, mooi. Oh, wat? Nee, waar? Oh, daar. Godverdomme. Let's go, ik ga een paard temmen. Ik heb dat zadel nog. Ik heb dat zadel wat ik helemaal aan het begin kreeg. Dat heb ik nog steeds. Echt waar? Ja. Wow. Zijn het er meerdere of is er één? Zijn er meerdere? Oké, die kunnen we breeden. Ik ga hem temmen, oké? Ja, cool. En dan kunnen we er één gebruiken om op te rijden. Moeten we anders nog even een ander zadel vinden. Gooi me daar even vanaf, Klein. Oké, kom op, je houdt van me. Kom op, je houdt van me. Ja, hij houdt van me. Mooi, oké. We hebben een paard, Bardo. We hebben een paard. Wauw. En ik kan erop rijden. Woehoe! Tenterenterenterenteren. Haha, kijk hem nou. Ah! Oh, kon je niet slaan. What the fuck? Waarom kon ik je niet slaan? Ah, waarom kan ik je niet slaan op... Oh, nu wel. Oké, ja, moest even gebeuren. Ik ga dat andere paard ook temmen. Oh, kut. Moest even gebeuren, zeggen. Ik kan dat andere paard wel temmen. Ja, we moeten even een paardenkooi maken. Zal ik jou dat laten doen, dan ga ik verder met de muren. Ja. Aangezien, jij filmt het ook en dat is leuker Hallo, voor de ja. Oh, iemand. Ja, ik liep door je heen. Dat zie je ook niet vaak. Oh, lukt die jongen? Hij lukt. Ik moet. Ik ga een kleine inham maken. In de muur. Waarom doe ik dat? Nee, dat doe ik helemaal niet. Ik kan het gewoon hier binnen maken. What the fuck? Maak het op een van de oude farms, denk ik. En dan zet ik daar fences omheen. En dan zet ik daar een paard in. En dan hebben we een soort van paardenkooi. En dan kunnen we dan paard pakken. Wauw. Goed over nagedacht, meneer. Ah, fuck. Ik had nog één extra hout nodig. Oh, dat heb ik. Mooi. Wauw. Blijf hier, paard. Niet weggaan. Anders word je helemaal paga. Dan word ik helemaal paardig. Paardig. Dat is paardig kut, hoor. Ja, precies. Oh, ja, dit is een beetje jammer, maar fuck it. Jammer van de muur. La, 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 la. Ah, volgens mij had ik trouwens jouw ijzer wel. Dat gevoel had ik ook al. Maakt niet uit. En ik heb een extra bed. Hoe de fuck kan dat? Nou ja, boeien. Heb je in één keer... niet mijn bed, toch? Nee, ik liep al te kijken direct naar jouw bed. Heb ik jouw bed? Nee, ik heb jouw bed ook niet. Godzijdank. Mijn bed blijft mijn bed. En dan heb ik... eigenlijk vensters nodig op dit punt. Nee, en ik heb eigenlijk... een bucket nodig. Dat had ik nodig. Man, ik heb zoveel dingen nodig tegelijkertijd. Ik ben nu die paarden aan het fixen. Ik ben van alles aan het doen. Ik ben al eerst bezig met de... Is dat paard er nog? Ik denk het wel, toch? Ja, dat paard loopt over de farm heen. Kut paard. Ik was eigenlijk bezig met de farm. Oh, wow. Ik ben een hele grote farm hier aan het maken. Waar we dan aardappelen, wortels en wheat kunnen verbouwen. Geef trouwens even al jouw fences aan mij. Ik heb geen fences meer. Oké, dat is duidelijk. Ja. Dat is pittig. Oh Jordi, kijk nou! Wat? Cafetaria!
Hallo! Fucking chill, kunnen we lekker eten? Helaas verkoopt... Oh, hij verkoopt eten, hè? Volgens mij verkoopt... Hij is een slager, als het goed is. Echt waar? Verkoopt hij ook echt eten? Ja, dit is een slager. Dat is gewoon een McDonald's. Oh, Bardo, wow. Met zijn McDonald's, toch? Ja, niet alles is een McDonald's. Nee, niet alles is een McDonald's, Bardo. Oh. 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 God, we hebben... Oh, ik heb heel veel hout. Lol. Lololololol. Ik heb natuurlijk 3 afleveringen geleden heb ik veel hout. Oh, wow. Kan ik even wat fences van jou krijgen, een stuk of 10? Ja, hoe maak je ook weer fences? Eerst dan allemaal sticks maken en dan 3x3. Dat is okay. Niet 3x3, maar 2 rijen van 3. Of kolommen, of wat dan ook. 2 rijen, laten we 2 rijen houden. Kom goed, jongen. Ik heb een idee. Je doet gewoon maar wat. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het is 2x3 in ieder geval, dat weet ik wel. 2x3 met eentje in het midden, toch? Nee. Even kijken. Oh, dat is een ladder, ja. Ja, dat middenstukje moet weg en die rechter rij moet zeg maar naar... Eén stukje naar... Oké, dankjewel. Wacht even. Hoppa. Ik maak gewoon zoveel fences, bruh. Barack Obama zou jaloers zijn. Kut Barack Obama. Beetje spioneren op ons. Look at Banjo Town. Sowieso, Barack Obama weet echt al gewoon 10 episodes van tevoren wat wij gaan doen in een goede bio of slechte bio. Echt een klootzak. Maar dat is ook een reden waarom wij bijvoorbeeld vorige week zo weinig hadden. Want wij waren Barack Obama. Die was niet eens met de manier waarop wij de afleveringen deden. Nee, en toen kwam de NSA bij ons langs. Dat was echt fucking vervelend, jongen. En maar vragen stellen. Zeg maar, Jeez. Wat is er mis met het zwarte schaap? En Who killed the black? Ja. Dat is ook de reden waarom we daar in één keer niet meer over praten, deze aflevering. De NSA loopt een beetje kut te doen over het zwarte schaap. Hoeveel fences heb je nodig? Een stuk of 10. Oh, sorry, ik was die ding aan het weghalen. Je stond opeens voor me. Dankjewel. Wauw, we zijn ook gewoon echt iets aan het maken. Ik kan het gewoon niet begrijpen, Bardo. Ja, hier zijn we nu al 2 weken mee bezig, hè? Ja, oké, maar alsnog. Hoe lang waren we wel niet bezig met Tekkit dan? Ja, in alle eerlijkheid, het gaat wel beter bij Tekkit. Ja, bij Tekkit draaide meer om de... Dat is het grote verschil tussen deze serie en Tekkit. Bij Tekkit ging het meer om uitvindingen en hier gaat het meer om een stad. Oké, dat klopt. Want dit is Banjo Town. Daar hadden we ook een stad. Touché. Eigenlijk moeten we dat blauwe Banjo accentje nog een keer in kunnen verwerken, maar ik weet niet waar en hoe. Lol. Dat blauwe wat? De blauwe? Blauwe Banjo accentje, zeg maar. Dus dan maken we dingen gewoon blauw. Waarom doen we nog geen blauwe ramen? Oh nee, blauwe ramen zijn stom. Ja, het moet wel roerig blijven. Ja, precies. Anders maken we gewoon onderwijs gewoon het bord. Welkom in Biotown. Net zoals ze altijd doen in met Las Vegas. Welkom in Las Vegas. Dat je dan welkom in Biotown. Zo'n heel groot bord met lapis lazuli. Oh, dat is wel cool. Moeten we eigenlijk met ook knipperende lichtjes en zo. Ja, dat kunnen we doen. Oh, wacht. Bellen we binnenkort Rick op. Kan Rick hier aan meedoen? Ja, dan kan die Redstone dingen doen. Wauw. Willen jullie dat? Willen jullie dat Rick hier aan meedoet? Denk het wel. Allemaal reacties. Nee! Nee! Weg met Rick! Owee als die dingen laat opblazen. Owee. Word ik zo schijt naar. Zit voor deze hele stad voor niks. Oh, Maak wel een backup. Had ik ook gewoon net zo goed kunnen doen met die Tekkit-serie. Totdat hij zijn kraaiennest ging maken. Kraaiennest. Het was toch een kraaiennest? Het was een kraaiennest. Het was ook het kraaiennest van Rick. Jij haalde het weg. Ik vond het nog wel kunnen in alle eerlijkheid. Nee, nee. Het vond kut. Ik vond het hoerig. Hoerig? Ja, ik vond het hoerig. Het kraaiennest van Rick vind jij... Ja, ik vond dat hoerig. Oké, ik ben een beetje perplex. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik eigenlijk ook niet. Kut Rick. Ja. Zou ik anders gewoon geen reactie geven? Kan je doen? Doe je best, lul. Ja, doe maar wat. Hey, maakt in principe toch niks meer uit. Ik heb mijn zeggen gedaan. Ja, true. Dit komt toch al op internet. Ja, waarom hebben we geen ingang, Bardo? Je hebt nu allemaal hele mooie dingen te maken, maar nu kan ik niet meer weg. Hoe bedoel je? Oh, uit de stad? Ja. Ja, nee, dat komt nog. Ik had zoiets. Ja, oké, dus we gaan eerst je maakt eerst een Berlijnse muur en daarna ga je pas een ingang maken. God. Dat zijn 3-4 blokjes die je weg moet mappen. Poepoe, Jordi. Ja, eigenlijk wel, ja. Poepoe. Poehey! Poehey! Poehey zien! Poehey! Wauw, Sesamstraat ga je studeren. Dat zorgt wel voor heel veel diepgang in de aflevering, hoor. Weet je wel, die aflevering van Master Movies, dat aardse porno was afgepakt. Poehey! Poehey!
Naar je bek, Tommy. Met die computer. Ja, met... Boom, boom, met je enkel. Boom. Godverdomme. Godverdomme. Wat is er meneer uit? Ja, mijn computer is opgeblazen. Zoiets geks was het. Ik weet het niet meer. Was echt super awesome. Goeie ja, altijd. Fucking goeie. Wat ik zo leuk vind is, ik heb Mastermoves 1 keer mogen ontmoeten. En dat was echt gruwelijk, die 2. En toen heb je ook die ene foto gemaakt die je laatst op Twitter postte. Ja, op Instagram. En het grappige vond ik ook, ik heb die foto geplaatst. Ik hoor heel veel mensen erover. Niemand wist dat ik Mastermoves ooit heb gesproken. Dat is best raar. Wie zouden zij eigenlijk allemaal hebben ontmoet, zeg maar, Mastermoves? Volgens mij niet zo heel veel, hè? Gewoon qua in het algemeen. Nog één keer wat zei je? Wie zouden zij eigenlijk allemaal hebben ontmoet? De mensen van Mastermoves. Volgens mij niet zo heel veel mensen, toch, in het algemeen? Nee, want ja, Mastermoves, die was op YouTube natuurlijk... Of niet eens op YouTube, want YouTube was nog niet zo populair. Hun waren gewoon op internet. Dus ja, dan ben je een website en dan ben je individueel. Ik weet wat Mastermoves heeft gedaan. Die hebben toen nog met GameKings heel veel samengewerkt. Mm-hmm. En daarna is Merijn van Mastermoves heeft een filmstudie gedaan. Die maakt nu vette, hele gruwelijke minifilms. Mm-hmm. En... Ja, in principe, ik weet dat ze wel samenwerkingen hebben gedaan, alleen vroeger was dat natuurlijk niet zo heel erg, omdat YouTube gewoon niet was. Ja, achievement. Woehoe! Yay, bitches. Lekker farmen. Lekker farmen als een mofo. Een hele farm gemaakt hier, zo tering, hé. Alleen, wat voor vraag had jij nou? Want je had het er straks over. Oh ja, ik had het helemaal aan het begin, maar echt helemaal aan het begin had ik een vraag voor Bardo eigenlijk. En ik dacht, nou, weet je wat, stel ik die anders gewoon in de episode, want dat is misschien ook wel leuk voor andere mensen om te weten. Het is gewoon een hele simpele vraag. Heb je nog leuke films? Oh, wauw, wat een simpele vraag. Ja, ik zei het ook, een simpele vraag, maar jij ging een beetje op doordomen, ja. Ja, nee, ik heb gehoord, Stefano, een goede vriend van mij, die was helemaal blown away van de Hunger Games. Ah, de nieuwe. Catching Fire. Ja, dat wordt hem niet. Ik zei in het begin, zeg maar, tegen mijn vriendin dat ik zeg maar geen fan was van de Hunger Games. En nu heb ik hem gezien en nu vind ik hem wel awesome, maar nu gaat het zo met iemand anders, dus dat wordt het niet. Hoe bedoel je? Je vriendin of? Ja, mijn vriendin. Wees ze verkeer ik met iemand anders of gaat ze erheen met iemand? Nee, ze gaat erheen met iemand anders. Oh. Andere, Gravity, die nu in de bioscoop draait. Oh, ja. Die, even voor de duidelijkheid, iedereen die nu luistert, pauzeer desnoods de aflevering en ga check... de trailer kijken van Gravity. Ja, het knappe aan die hele film vind ik, je snapt gewoon niet hoe het gemaakt is. En weet je wat het knappe aan die hele film vond ik? Dat het realistisch was en alsnog over kon komen als iets futuristisch. Klopt, ja, helemaal mee eens. Ja, ik vind het zo mooi ook dat, zeg maar, bij heel veel films die je nu ziet, anno 2013, is het gewoon heel veel knallen en je kijkt ernaar en je weet wat nep is, je weet hoe het gemaakt is. Alleen bij Gravity, dan zie je het gewoon niet. Je hebt geen idee wat er gebeurt en hoe het is gedaan. Ja, dat vond ik zeker nog echt een goede film, Gravity. Die moet ik echt kijken. Ja, mee eens. Ik vind Gravity ook echt fucking master. Maar heb je hem al gezien? Ik heb stukjes ervan gezien. Oké, je hebt hem nog niet gezien. Iedereen die ik erover hoor, vindt hem goed. Maar, even voor de kerstspirit, de derde film die ik iedereen kan aanraden. We hebben nu een actiefilm. Mm-hmm. Een special effect film. En natuurlijk, de kerstmis komt eraan. Een liefdefilm. Oh, godverdomme. Ja, maar dit hebben we nog cobblestone? Even snel 2 kobbel? Of... Ik ben echt hier belachelijk veel kobbel aan mijnen, dus... Oh, je zit beneden? Nou, niet echt. Ik ben er tegenover aan mijnen. Oké, dan kan ik je niet vinden. Wat is ondertussen nacht geworden en... Ja. Oh, wow. Ik zit hier een beetje. Zal ik richting het huis gaan? Dan kunnen we pitten. Ja, oké. Maar ga verder. De laatste die je moet checken, dat is een hele vette, ook voor iedereen thuis. Dat is Intouchable. Intouchable, toch? Nee, dus, dat ik iedereen dat het Intouchables is. Maar het is Intouchable. Oké, ken ik niet. Het is een, geloof me, het klinkt gay, het is een Franse film over een hele oude man die in een rolstoel zit. En die heeft hulp nodig. Mm-hmm. Wacht, een beetje, huppa. En die heeft hulp nodig met, hoe zeg je dat? Ja, met zijn leven gewoon. En er komt een of andere neger aan. Ja, heeft... ja, Intouchable, toch? Intouchable, het is een Franse film, dus. Ik dacht echt dat het Intouchables was, maar... Hey, heb je kobbel? 2 kobbel? Oh, ja. Succes. Ja, oké, nou, dankjewel. Maar nee, wat er eigenlijk gebeurt is, het is een hele mooie film over een vriendschap die opbloeit in één keer. Tussen 2 mensen die totaal niet bij elkaar passen. En het beste is, het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal en het is zo'n fucking goed geschreven en geacteerd. Het is echt een super mooie film. Ja, maar die film is al een tijdje oud, even een beetje oud nu. Nee, die is een jaartje oud. Ja, maar dat vind ik dan in principe nog best wel oud. Dat je er nu pas over begint, hè? Daar heb ik het over. Ja, nee, ik ben er heel vaak over begonnen. Maar dat is puur omdat ik vind deze film, Intouchable, serieus,
een van de beste films die ik ooit heb gezien. Intouchable klinkt gewoon niet. Ik dacht echt dat het Intouchables was. Nee, ik vond het ook niet klinken. Totdat ik... Dit is uit het tijdperk dat ik nog met Anouk verkering had. Mm-hmm. Anouk die wou hem zien en moest hem zien. Dus ik keek mee en wauw. Dit is echt een hartverwarmende film. Serieus? Ja, maar het is niet echt een film die ik ga kijken in mijn eentje. Nee, oké. Okay. Die moet je met je vriendin kijken. Ja. Nee, daar ben ik het mee eens. Je kan hem ook in je eentje kijken. Dan krijg je gewoon een hartverwarmend. Zit je in je eentje half te janken op je kamer, denk ik. Maar... Ja, nee. Ik zou zeggen, check hem. Oké, nou, dat ga ik nog zeker doen. Ja, ik hoorde allemaal goede dingen over Intouchables. Ik zeg gewoon, ik blijf gewoon Intouchables zeggen, hoor. Nou, geloof me, als je echt die film ziet, dan snap je waarom Intouchables niet eens grappig is. Dan snap je hoe goed het is! Oké. Okay. Intouchables! Oh, man. Maar voor de rest gaat het. Ja, man. Oké, goed zo. Oh god, man. Ik zit alleen maar kobbel te mijnen. Kutleven. Ja, ik ben die hele farm aan het bouwen nu, dus... Ik weet, voor de mensen is het eigenlijk alleen maar leuk om naar onze verhalen te luisteren. Niet zozeer... Ja, precies. We proberen het ook een beetje op te vullen. Nee, het kijken naar hoe ik zaadjes plaats is ook niet echt zo awesome. Nee, nou ja. Dit, weet je wat het is? Dit is zeg maar de donderdagaflevering, hè? Dit is het opbouwen naar de vrijdagaflevering. Niet woensdag? Volgens mij donderdag. Ik weet het niet meer. Oh, dit is donderdag. Zeker weten. Ja, 100%. 100%? Oké. Okay. Ik leg het je later allemaal nog wel uit. Oké, okay, maar... dankjewel, want ik ben een beetje de weg kwijt nu. Maakt niet uit. Morgen is natuurlijk de grote finale. Dan ronden we in ieder geval de dam af rondom de stad. De dam? Ja, de hoe zit het? De dam? Ja, wat heeft Amsterdam hier nou mee te maken? Nou ja, het is niet echt Amsterdam dan. Nee, je zegt de dam van Amsterdam. De dam. Oh, je bedoelt de dam, ja. De dam. Okay. Jij zegt de dam. Ik zie geen dam hier. Je bedoelt de damrak. De dam. Zeg een dam. Heb je enig idee wat de damrak is? Dat is dat hele grote ding. Hele grote plein. Nee, het is gewoon de straat die naar de dam leidt. Ook goed. Is dat die hoofdstraat die aan het station ligt? Ja, daar ben je goed erbij doorheen loopt, ja. Ja, ja ik zou anders niet door een straat heen lopen, hoor. Als het niet de damrak heet, hè? Nee, anders zou ik er niet doorheen lopen. Oh, je moet trouwens wel... Oh, dat is leuk. Iedereen die binnenkort naar Amsterdam gaat... Loop door de Damrak heen. Dat is die lange straat tegenover het Centraal Station. Want daar is nu de kersttijd. En dat is fucking chill met allemaal vette winkeltjes en zo. Het is ook fucking druk, jongen. Nee, dat wil je niet weten. Ik ben er vorig jaar heen geweest. Echt waar? Volgens mij ben ik daar vorig jaar langs gelopen, laat ik het zo zeggen. Ik vond het fucking druk. Ja, oké, maar die straat is druk. Omdat het gewoon midden van Amsterdam is. Ja, plus. Alleen niemand kijkt er naar om, omdat het gewoon kutwinkeltjes zijn als je het één keer hebt gezien. Maar als je in Amsterdam bent, kijk ernaar, dat is leuk. Ja, het is leuk, daar blijf bij. Daar blijft erbij. Leuk voor zwangere... Het is en blijft Amsterdam. Precies. Met Jordi kunnen we praten, een echt Amsterdammer. Ja, maar ik vind Amsterdam vind ik gewoon constant hetzelfde, zeg maar. Alles lijkt op elkaar. Ja? Ik vind het juist zo lekker. Het is zo lekker levendig en bruisend. Ja, maar bruisend! Dat heb je in principe in Leiden ook, zeg maar. Maar dan op kortere, kleinere schaal. Nou, ik vind Leiden nog een beetje te klein. Ik vind Amsterdam heel groot, druk. En Rotterdam is bijvoorbeeld een leuk voorbeeld. Daar wordt Amsterdam altijd mee vergelijken natuurlijk. Nou, Rotterdam vind ik helemaal niks. Nee, ik vind Rotterdam ook niks. Omdat Rotterdam heeft ook totaal geen sfeer voor mijn gevoel. Daar hangt echt helemaal niks gewoon. Dat is gewoon een stad. Helemaal mis. Dat is ook mijn kritiek bij Rotterdam, ja. Het is ook echt iedereen... Misschien moet je er ook echt in geboren zijn, hoor. Misschien dat het is. Ja, dat je dan weet waar je heen moet en wat je kan doen. Ja, precies. Maar dat je ook gewoon echt het gevoel bent... Ah, ik ben een Rotterdammer. Je weet zelf... Je weet zelf toch... Ik weet niet hoe ze praten. Ze hebben altijd van die... Ja, ik weet wel hoe Haagenezen... Ja, maar dat weet iedereen. Ja, Haagenezen is algemeen bekend. Dat is mooi, man. Haagenezen kan ik wel echt waarderen, hoor. Echte Haagenezen. Die hoor je ook niet meer, hoor. Die echte Haagenezen. Die heb je ook niet meer. Dat gaat ook gewoon dood. Nee, die heb je nog wel. Kijk. Ja, maar dat langzaam sterft dat af. Dat is echt zo jammer. Net zoals de echte Leidenaar, dat sterft maar ook gewoon af. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik denk dat de Haagenezen daar gewoon zelf voor kiezen om af te sterven. En ik geef ze groot gelijk. Hoezo? Nou ja, als Barbie hun vertegenwoordigt. Oké, ja, dan zou ik het ook doen. Ja. Weet je, dan is het leven niet meer waard. Nee, dat begrijp ik hem helemaal. Ik begrijp hem helemaal, jongens. Inpakken en wegwezen. Ja. We kunnen wel wat bomen gebruiken, heel eerlijk in het stadje, want het ziet er niet uit zo.
Ja, cool. Laten we dat volgende kijken. Episode doen, want je wou eigenlijk volgens mij een paar tellen geleden al de episode afronden, volgens mij. Oh nee, ik zit lekker met die muur. Die muur moet ik afronden. Dat is alles. Oh, oké. Nee, ik ben alle oude farms aan het verwijderen en ja, de nieuwe farm tot bloei aanbrengen. Tot bloei aanbrengen, wow. Ja, ik gewoon een beetje. Ik heb van die. Hoe heet dat ook weer? Ik heb groene handjes. Zo noem je dat toch? Groene handjes. Zo noem je dat toch, groene handen? Ja, ik snap wel wat je bedoelt als het erg. Nee, zo noem je dat toch, groene handen? Zo, dat. Ja, nee, jij mag het zo noemen voor mij. Nee, hoe noem je dat dan? Mensen die heel goed met tuin om kunnen gaan, die hebben toch groene handen, of? Volgens mij wel. Volgens mij heb je wel gelijk hoor, no worries. Maar het klinkt zo raar nu ik het zeg. Ja, het klinkt alsof je track hebt afgetrokken. Ik heb groene handen. Oh. Volgens mij wordt. Oh nee. Ik dacht even dat ik bekogeld werd door het skelet, maar dat was iets anders. Wauw. Laten we het anders afronden, want dit is een perfecte cliffhanger. Ja, oh, wordt jullie nou bekogeld door een skelet? Of was het eigenlijk een pijl wat gewoon naar beneden viel, omdat ik het blokje weghield? Oh, wie zou het nou weten? Nou, ik weet het. En de kijkers ook, dus. Ja. Alleen jij niet. Kijk, ik zie het alweer op YouTube. Ja, yeah, cliffhanger. Woehoe! Nou, jongens, heel erg bedankt voor het kijken naar deze goede bio, slechte bio. Morgen de grote finale. Dan kunnen we jullie het resultaat laten zien van de van hele week. Van 5 jaar werk. Oh, 5 jaar werk. Beter. 5 jaar. Goede improvisatie. Een werkweek van 5 jaar. Een werkweek van 5 jaar. Wauw. Nou jongens, morgen 2 uur op Banjo Town. De grote finale van goede Banjo, slechte Banjo voor deze week. Je zegt het de hele tijd alsof het 2 uur lang is. Nee, om 2 uur. Oh. Je zegt 2 uur, goede Banjo, ja, zeg maar. 2 uur, goede Banjo, slechte Banjo. Om 2 uur. Ja, nee, jij zegt 2 uur. Je moet om 2 uur zeggen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik geef je ook gelijk. Oké, dankjewel. Hij geeft me gelijk, jongens. Noteer dat eens eventjes. Noteer dat eventjes. Hij geeft me godverdomme. Maak even een kopie van deze video. Herupload hem eventjes. Dankjewel. Op jij, iedereen op mijn kanaal. Ja. Eindelijk, Jordi heeft gelijk. Gewoon een kanaal aanmaken. Bardo geeft Jordi gelijk.nl. Een kanaal aanmaken? Ja, een kanaal. Wauw. .nl Jongens, moet er gewoon achter. Volgens mij is het nu echt tijd om de aflevering af te ronden. Morgen zien we jullie weer om 2 uur op Banjo Town met een nieuwe goede Banjo, slechte Banjo. In ieder geval, tot dan en houdoe. Banjo!